Dringend, wat net naar buiten is gekomen, dit is de meest buitengewone onthulling die de structuren van onze geliefde club zal doen schudden. In een moment van opwindende spanning komt er nieuws naar buiten dat iedereen met stomheid zal slaan. Dringend, beste Feyenoord-fan, want er is iets dringends en de spanning loopt hoog op. Haal diep adem, hou je Feyenoord-liefhebbende hart vast, want plotseling krijgen we deze informatie die iedereen verrast. Mijn hemel. Het is moeilijk om onze opwinding te bedwingen over deze verrassende onthulling die het landschap van Feyenoord Rotterdam belooft te veranderen. Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat je al geabonneerd bent op ons kanaal, zodat je op de hoogte kunt blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. Vandaag breng ik het nieuws rechtstreeks van de transfermarkt en het lijkt erop dat FC Barcelona een oogje heeft op een opkomend talent dat schittert in ons shirt, Mats Wiever. De 24-jarige speler die de aandacht van de Catalanen heeft getrokken. Volgens Sport, S ziet Barcelona Wiever als een aantrekkelijke en betaalbare optie om de leegte op te vullen die Sergio Busquets achterlaat. Onze speler, die vorig seizoen opviel en zelfs het Nederlands elftal nog dragen, lijkt de aandacht van de Catalaanse reuzen te hebben getrokken. Met zijn veelzijdigheid op het veld en imposante postuur van 1,88 meter is Mats een begeerde aanwinst geworden. Barcelona heeft hem meerdere malen bekeken en overweegt onderhandelingen te starten met Feyenoord om de transfer mogelijk te maken. Alles bevindt zich echter nog in een vroeg stadium en niets is definitief. De Catalaanse club heeft ook andere opties onderzocht, zoals Martin Subimendi en Joshua Kimmig, maar de bedragen die daarmee gemoeid zijn bleken een obstakel. Oriol Romeu was een tijdelijke oplossing, maar Barcelona is vastbesloten om een vervanger voor Busquets te vinden voor de lange termijn. We weten dat de financiële situatie van Barcelona niet de beste is, wat de onderhandelingen zou kunnen bemoeilijken. Maar de vastberadenheid blijft en Mats Wiever lijkt een veelbelovende kandidaat om deze vitale rol in te vullen. Hoe dan ook, Feyenoord-fans. Denken jullie dat het bestuur de moed heeft om Mats Wiever te verkopen of niet? Laat je mening achter in de comments en vergeet niet één like achter te laten. Blijf kijken voor meer updates en laten we Feyenoord met al onze hartstocht blijven steunen.